ook gaan veel te snel vast. Oké, ja, film. Hier gaan we. Dit is de Bijbel. Ik ga het verbranden. Ja. Je moet wel even één blaadje eruit halen, gewoon voor de sneeuw. En waarom? Dat vind ik mooi, dan kan die eerst in de film. Wil je de inhoudsopgave? Ja. Dan gaan alle psalmen dood. Wacht. En dan mag ik een sigaretje hebben. Ja, het is een beetje verscheurd, maar nou. Oké. Je moet ook ingooien. Ja, nee, nee, hè? Zo is het goed. Nee, het is gewoon mooi. Nee, want je bent niet aan de binnenkant. Jawel. Eline, stop. Hij is bijna vol. Okay. Zo staat dat hele grasding in de fik, weet je wel. Hij brandt. Hij brandt goed. Daar gaat de Bijbel. Die hield er niet van hem. De Bijbel moet dood. Haal die fles er, anders slaat hij in de fles en zijn we verlengd. Gedood. Zwarte rood. Bijbel, ik weet niet. Alleen de bovenkant goed. Nee, Later gaan we de rest ook al denk ik. Wel lekker warm. Kijk zo, hè. Yeah. Lekker warm. Ik vind het zo. Oh, kip, het gras staat in de brand. Dat moeten we wel uitdoen, want het is alles in de brand. Weet je, ik denk dat ik er zo vanaf ga. Ja, dat ik eruit ga trappen. Nee! Nee, dat was niet. In de brand. Pas. Elino, doe het zo moeilijk. Als het verder gaat, dan trap ik het wel uit. Alleen het gras, niet de bijbel. Alleen het gras, ja, niet de bijbel. Ja, ik trap het gras uit. Ja, het gras. Lekker warm. Uit voor de Bijbel, hij hield van mij. Hij is heilig. Hij was onze beste vriend. Zo vrolijk muziek hierbij. Als hij bijna helemaal verbrand is, dan moet ik hem uittrappen en dan gaan we kijken hoe het eruit ziet. Dat waren we voor. Maar dat duurt nog wel eventjes wel, hè? Dat ding is nog best dik voor een Bijbel. Volgende keer de Koran. Dan krijgen we allemaal van de reacties van boze Turken. Dat is echt grappig. Ja. Hoe heet dat? Marokkaantjes. Onzichtbaar vuur, dat is echt vet. Zal ik hem uittrappen nu? Nee. Maar dan kunnen we gaan kijken. Nou, dan moet je nog verder verbranden. Hij moet helemaal. Ja, anders is het niet mooi. Dat is Iris en Lea gestaan. Ik loop het verbrande Bijbel op de film. Voor mijn YouTube kanaal. En voor op de hype. Is dat ook een filmpje ook dat Corné mijn baby is? Dit was de Bijbel. Nu is hij dood. Hartstikke dood. Oeh, hij is een beetje vol. Zal ik hem nu uittrappen dan? Nee. Om te kijken. Nu verbrandt hij van onder. Dat is echt cool. De onderkant is nog wit. Het gras pikt mee. Nou en? Het is maar glas. Het is blauw glas. Het is niet eens gras. Dat kan niet. Kijk maar, de onderkant is nog helemaal wit. We moeten echt eens een pentagram uit van spieren. Aan deze kant is het allemaal zwart. Aan de onderkant niet. Kijk dan. Nee, hier niet, maar daar wel. Aan de voorkant is hij al helemaal verbrand. Dan moet de achterkant nog. Alleen de zijkant. Maar dat gaat wel. Maar nu moet hij zo uit, want nu slaat het over op gewoon vuur. En dan vliegt het gras wel helemaal in de fik. Ja, maar ja. Weet je, de Bijbel moet eerst helemaal stuk. Anders moet hij nog een keer verbranden. Dat heeft geen nut. Nou, de school mag nog wel eens Bijbels uit gaan delen. De school mag nog wel eens Bijbels uit gaan delen, dan kunnen we ze nog meer verbranden. Ja, dan ga ik echt lachen. Gewoon een hele brandstapel maken van Bijbels. Ja. Daar staat een vraag of je de hele stapel mee mag nemen, want dan kun je ze uitdelen. Zeg dat je je vrienden ook een Bijbel wil geven, ja. Voor de goedheid. Dan kun je er zo wel 5 hebben, en dat is een mooie brandstapel.
Maar geef je later dit filmpje aan ze. Die moet je gewoon stiekem op de schoolcomputer zetten. Is hij goed? Nee. Hij staat niet op elkaar op wit. Deze kan ik niet. Dus dat is de shit. Ja, gaat dan moet je hem wel een beetje zo doen. Ik help wel. Kijk uit, want dan krijg je steek naar mij al 15 Ja, dus ga dan even aan de kant. Ik ga even. Ik weet wat ik doe. Want de Javi weet dat ik hier echt op terecht ben. Ja. Nou, eigenlijk niet, maar het is ervaring. Geen spirit als een mag hoor, ja. Dank u. Kijk, nu moet je het wel. Ja, maar nog steeds die kant niet. Want ruikt maar. Wel, kijk dan. Weet je, net zei mijn vader nog dat spiritus heel gevaarlijk was en dat ik er niet mee moest kloten. En dan ziet je vader ooit dit filmpje? Oh, en die alle Bijbel. Ik vind hem echt cool. Hallo Bijbel. Ja, je bent dood aan het gaan, hè? Ja. Ja. Ja, sorry, maar we haten je een beetje. Ga maar dood, stom woord van Jezus. Jezus bestaat niet. Kijk, je bent wel lekker warm, daar ben je nou goed voor, snap je? En daarom verbranden we je nu. Want we hebben het koud. Echt waar. Want Jezus is voor iedereen en die wil graag dat de mensen het warm hebben. Daarom verbranden we de Bijbel. Oh ja, Roxy komt ook nog. Cool. Met haar gitaar. Cool. Ik ga je zo meteen vermoorden. Ja. En ik word heel agressief. Agressief van een Bijbel. Ja! Moet je niet in een kerk komen. Hij begint niet vallen. Te worden. Negerbijbel. Mag je? Nee. Ik wil zo graag. Op de Bijbel trappen. Zullen we eerst naar de bioscoop? Ik moet plassen. Ja, maar dan moet eerst die Bijbel vermoord worden. Nou, daar wacht ik wel op hoor. Daar hou ik van. Dat is belangrijk. Oh. Ik was daar weer te fikken. La la la. Mag je, is hij klaar? Nee. Waar moet hij dan nog? Overal. Zolang hij brandt hij weet je. Ja, maar hij moet zo getrapt worden als hij brandt, want dat ziet er vet uit. Er komen de vlammen onder mijn schoen vandaan. Dat is echt vet. Daarom wil ik hem uittrappen. Is hij zwart aan de andere kant? Ja. Hij is hier nog een beetje wit. Hij heeft een witte plak. Mag hij? Weet ik mag niet. Mag hij? Mag hij, Iris? Nee. Nee! Hoi. Hoi. Wat is dat? Wij verbranden een Bijbel. Mag hij? Bijbel. Ja. Ik wil zo graag. Mag je al, Iris? Nee. Mij brandt niet meer. Dan trap je erop. Heel even. Open je staat op elkaar. Beweeg met je voet heen en weer. Soms brandt hij erom weer. Ja, niet zo natuurlijk. Hij is nog heel. Nou. Kijk wat er nog heel is. Dan kunnen we dat weer in de fik steken. Ja, dat moet wel weer in de fik. Hi. Lekker met een paraplu. Oké. Okay. Meer spiritus. Nee, ik moet erover, want jij komt hier al een fles erover. Oké. Dat het helemaal niet nodig is. Dat is met de muziek, gaat het lekker door met de regen. Ja. Ah joh. Wij blijven altijd vuur maken. Altijd, omdat het ook in de regen overleeft. Omdat het kan. Fuck? Daar hebben wij je bewijs van, Eliafi. Ja. Omdat het kan. Vuur kan tegen regen. Vuur zal altijd sterker zijn. Ons vuur wel. En ik denk, mijn kont is nat. Wacht even.